welkom bij deze nieuwe aflevering van Opinie op Hof TV. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. De COPALAC meeting en de 21ste High Level EU CELAC meeting worden van 17 tot en met 21 juni in Suriname, Paramaribo gehouden. Suriname fungeerde vanaf 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2018 namens de Community of Latin American and Caribbean Countries, CELAC, als co-president van het coördinatie- en samenwerkingsmechanisme op het gebied van drugsbestrijding tussen de EU-CELAC-regio en de Europese Unie. Vanuit strategisch oogpunt heeft Suriname wederom het co-chairmanschap op zich genomen, dit keer als hosting country. Waarom deze meeting in Suriname en wat het inhoudt, het geheel inhoudt, in deze aflevering van Opinie, waarbij wij zullen praten over Suriname als organisator van de EU-CELAC-meeting. De gasten voor vanavond zijn Glenn Uiterlo. Hij is voorzitter van de Nationale Antidrugsraad. Uiterlo is in het dagelijks leven bedrijfsleider van het Nationaal Dialysecentrum, welke onderdeel is van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Sinds 2018 is hij de voorzitter van de Nationale Antidrugsraad. Voorheen was hij manager van de detoxificatiekliniek van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Dames en heren, Glenn Uiterlo. Gwendoline Babel, major onderdirecteur, Directoraat Nationale Veiligheid. Major Babel fungeert sinds 2017 als onderdirecteur bij het Directoraat Nationale Veiligheid. Zij heeft vanuit het Nationaal Leger verschillende opleidingen gevolgd. Thans is de major in de afrondende fase van haar managementopleiding op het FHR Opleidingsinstituut. Verder is zij een liefhebber van honden en tropische vogels. Babel is ook een sociaal bewogen individu en is ongeveer 5 jaar actief in Lions Club Paramaribo Ready. Dames en heren, Gwendoline Babel. Mevrouw Babel, welkom bij ons in het programma Opinie. Meneer Uiterlo, ook welkom. We zijn in ieder geval blij dat u, ondanks de time squeeze, wat tijd heeft gemaakt om te participeren. Ik bedank u. Dank je wel. Om te beginnen, wat houdt de EU-CELAC bondgenootschap in? EU-CELAC, zoals je al had aangegeven in je intro, is het dat de Europese Unie met de gemeenschappen uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dus een verbond hebben gemaakt. En dat houdt dus in dat er een aantal programma's zijn, maar met name een programma met betrekking tot het uitbannen van drugscriminaliteit in deze regio. Op grond daarvan worden dus heel vaak meetings georganiseerd waarbij beide regio's bij elkaar komen om met name over een uitbanning van drugs en criminaliteit te praten. Oké, wat is het doel van de EU-CELAC relatie zelf? Het doel van de relatie tussen EU en CELAC? Ja. Zoals ik al aangeef, gaat het dus om het opzetten van een mechanisme waarbij beide regio's, want eigenlijk gaat het om de supply, demand en supply van drugs. Toch? Eén vraagt en de ander verkoopt. Ja. En waarschijnlijk is men tot de ontdekking gekomen dat één regio veel gebruikt en veel vraagt. En de andere regio zorgt dus voor het aanbod. Waardoor men dus besloten heeft dat deze twee regio's op een regelmatige basis bij elkaar moeten komen om te praten over hoe gaan we dit probleem aanpakken, hoe gaan we deze problematiek oplossen. Toch? En misschien kunnen we dat niet meteen helemaal uitbannen, maar tenminste werken aan het verminderen tot het elimineren ervan. Oké. Sowieso zal deze relatie tussen EU en CELAC voordelen moeten hebben voor beide landen. Welke voordelen kunnen we concreet aangeven? Zoals we allemaal weten is, vooral voor het Caribisch gebied, en laat me praten over Suriname, de financial resources hebben we niet ten overvloede. Dus we juichen het altijd toe wanneer we hulp en steun, maar niet alleen financieel, maar ook technical assistance kunnen krijgen van andere landen die het wiel al hebben uitgevonden of landen die veel meer equipped zijn.
Dus de voordelen zijn is dat vanuit de ene kant en met name de EU de fondsen ter beschikking worden gesteld voor de andere kant, voor CELAC-landen, om dus met die gelden programma's uit te zetten om dus tegen drugs te gaan, om ervoor te zorgen, dus dat we, natuurlijk komen we er altijd op terug om het uit te bannen. Dus de ene kant zorgt ervoor dat de middelen ter beschikking zijn, voor de andere kant om ervoor te zorgen dat we op die manier de programma's kunnen draaien. Oké, meneer Uiterlo, wat is de bijdrage die NAR daarbij heeft? U weet dat de strijd tegen drugs een zeer gecompliceerde is. Hè? Mevrouw Babel heeft net aangegeven dat, dat je de kant hebt van de bestrijding en je hebt de kant in feite van ja, eigenlijk de zorg. Hè? De NAR is, is door de overheid in het leven geroepen om dus zeg maar de nationale inspanningen zeg maar te bespreken. Dus we hebben vertegenwoordigers van alle ministeries in onze NAR en we praten regelmatig over dus de problemen. Dus we zijn vooral een overlegorgaan, een coördinerend orgaan, een adviesorgaan naar de overheid op het terrein van drugs. Oké. de aanpak van drugsbestrijding. Welk nut heeft de EU-CELAC-relatie concreet voor Suriname? Op die drugsbestrijding, zeg maar. De EU-CELAC-samenwerking is gericht op met elkaar kunnen praten over het probleem en komen met oplossingsmodellen, toch? Ja. Die oplossingsmodellen, om het te kunnen implementeren, heb je geld nodig. Dus de regio die in principe de nadelige gevolgen, omdat zij dus die vraag daar, toch, vanuit de andere kant wordt, vragen zij het op. Mm-hmm. Zij hebben er baat bij om er geld in te stoppen dat de andere kant die ervoor zorgt dat het spul aanwezig is, dat de andere kant ervoor kan zorgen dat het beheersbaar wordt gemaakt. Dus voor Suriname, omdat wij ook bestempeld worden als een doorvoerland. We zijn geen producerend land en we zijn ook geen land waarbij we heel veel vraag hebben naar drugs, als ik dat goed zeg, meneer Uiterlo. Ja, toch? Dan is het dat voor Suriname als doorvoerland we zo'n etiket, het imago dat we gehad hebben, willen we weghalen, want het doet ons niet goed. Dus we willen er alles aan doen en als dat ook moet betekenen dat we moeten hosten zo'n meeting waarbij we bij elkaar kunnen komen om weer daarover te praten. En elk jaar wordt dat gedaan, dat we weer erover kunnen praten. Hoe gaan we verder? Want de drugscriminaliteit, de mensen die daarmee bezig zijn, slapen ook niet. Ze gaan ook niet met alle ontwikkelingen. Ja. Dus als overheden moeten wij ook niet slapen en moeten we ook op de hoogte zijn van die ontwikkelingen. En dan, zoals we vaker merken, we hollen erachteraan. Desalniettemin moeten we blijven hollen achter de criminelen en moeten we blijven hollen achter die ontwikkeling die de criminelen al hebben. Dus voor Suriname is het belangrijk dat zo'n mechanisme dat bestaat, dat we het uitbuiten ten voordele van ons. We moeten ervoor zorgen dat het imago dat we hebben en eigenlijk al aan het afnemen is, maar dat we veel meer doen om het helemaal van de kaart te halen. Dat wanneer men over Suriname praat, men niet denkt aan, oh ja, is het land waar er geen drugs wordt geproduceerd, maar waar het wel doorheen gaat, waar het wel langs gaat om naar andere landen te gaan. Daarvoor willen we wel zorgen dat het imago van ons weer helemaal positief is. Oké, sowieso zal er daarop beleid gemaakt moeten worden. Welke stappen hebben we al gedaan om beleid te maken daar op dat stuk? Ja, en ik kluisterde naar meneer Uiterlo toen hij dus aangaf wat de rol is van de NAR. En een belangrijk punt dat hij niet heeft aangegeven is dat de NAR behalve adviezen ook werkt aan een Nationaal Drugsmasterplan. En in dat plan worden dus, zijn strategie worden er alle, hoe zal ik het noemen, de taken, werkzaamheden, rollen, alles dat gedaan moet worden om te werken aan de drugsproblematiek zijn daarin beschreven. En dat is dus een van de dingen die gedaan is. Of ja, het is zo goed als klaar als ik het goed heb, meneer Uiterlo. En de NAR gaat het dus presenteren aan de president. We willen dat zo vroeg mogelijk doen. We willen dat doen voordat de high-level meeting start. Mm-hmm.
We kijken dus als we opening kunnen vinden in de agenda van de president, om, zodat de naar het kan overhandigen. En dan wordt het dus verheven tot beleid en dan gaan we dus van daaruit verder. Welke actoren zijn betrokken bij het opstellen van het masterplan? Eigenlijk alle actoren. Hè? Dus het masterplan is eigenlijk zeg maar, het plan dat dus door ons land als het ware wordt gebruikt. Of daarin staan onze voornemens en plannen. Toch? Het plan, zo'n masterplan, komt tot stand door de inzet, de bijdrage van tal van actoren. Hè? Je hebt dus zeg maar internationale wetgeving, je hebt nationale wetgeving waar je rekening mee moet houden. Daarnaast heb je dus zeg maar je hebt de apparaten, de instellingen, instanties die belast zijn met de opsporing. En je hebt ook zeg maar instellingen die bezig zijn met de zorg. En al die actoren moeten dus input leveren. En op basis van die input wordt dan zeg maar op een aantal terreinen beleid geformuleerd. Okay. En concrete acties worden aangegeven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is ook nauw betrokken bij de organisatie van de CELAC-meeting. We hebben een interview gehad met de minister en daar kunnen we nu naar gaan kijken. Samenwerking is de enige manier waarop je ontwikkeling kunt realiseren. En als er zaken zijn in het ontwikkelingsproces die dat steunen, zoals de bedreiging van misdaad, in deze drugsmisdaad, dan dien je samen te werken. En zo is deze meeting voor ons als land ten eerste. Suriname is een bijzonder briljante, geweldige, unieke, cultureel diverse toeristische bestemming. We hopen dat wanneer die 100 zoveel mensen hier rondlopen tegen die week, wij ook de boost kunnen geven aan de horecasector en ook het toeristisch gebeuren wat betreft Suriname als toeristische destinatie. 2, het helpt ons realiseren nationaal gestelde doelen. U hebt de minister van Justpol gehoord in de DNA wat betreft de bestrijding van misdaad, met name drugsmisdaad. Dus in dat geval is het voor ons het concreet halen van gestelde doelen. En ten derde geeft het concreet weer hoe het buitenlands beleid wordt ingezet om de nationaal gestelde doelen enige realisatie te geven, om ze te kunnen bereiken. Als we horen dat er een EU-CELAC-meeting in Suriname georganiseerd wordt, zal het sect gaan om drugscriminaliteit en grensoverschrijdende drugshandel of zijn er ook andere agendapunten? De focus is on drugs. Mm-hmm. Daarom wordt het ook dus genoemd een coordination and cooperation mechanism on drugs. Dus de focus ligt daarop. Okay. Voor de EU-CELAC-meeting hebben we de COPALAT-meeting. Wat houdt de COPALAT-meeting precies in? De COPALAT is een samenwerkingsverband, ook tussen de drie eerder genoemde partners. Hè, de Europese Unie, mm-hmm. de Latijns-Amerikaanse landen en de Caribische landen. Ja. Het verschil in huistuin en keukentaal gezegd tussen COPALAT en die EU-LAC-meeting, mm-hmm. is dat COPALAT zich vooral richt op zeg maar, samenwerking tussen organisaties, binnen die landen. Dus het gaat om het uitwisselen van informatie, het samenwerken en het uitwisselen van bijvoorbeeld best practices, hoe doen ze het in andere landen. Okay. Dus het is niet zozeer politiek, maar het gaat vooral om om kennis, om hoe dingen moeten doen, hoe je dingen aanpakt. Dat is belangrijk bij COPALAT. En na die COPALAT-meeting hebben we dan de EU-CELAC-meeting. Wat kunnen we verwachten van die meeting? En eigenlijk heb ik me gevraagd, waarom noemen we het een high-level meeting? Daar wordt er op politiek niveau gesproken. Mm-hmm. Toch? Het zijn de ministers en directeuren op het hoogste niveau die gaan praten over drugsbestrijding. Van de verschillende landen. Mm-hmm. En ze sturen natuurlijk ook soms hun ambassadeur. Sturen ze dus naar deze meeting toe. Maar er wordt op een, het is high level omdat het op het hoogste niveau wordt er besproken van hoe gaan we verder, wat zijn de successen en waarin falen we nog, hoe gaan we dat aanpakken, wat is het beleid binnen de regio's dat we willen handhaven om dus de drugsbestrijding om dat te kunnen handhaven en of de drugscriminaliteit te bestrijden. U gaf net aan dat tijdens de COPALAT-meeting de best practices worden meegenomen naar de EU-CELAC-meeting, zeg maar.
Is dat altijd zo of is het gewoon toeval dat beide zo na elkaar georganiseerd worden door Suriname? Het is denk ik een vorig jaar en misschien wel enkele jaren daarvoor ook zo geweest dat dus die congressen dicht bij elkaar lagen. Maar voor ons komt het heel goed uit, omdat we dan zeg maar de resultaten van dat eerste congres kunnen meenemen, kunnen meegeven aan onze beleidsmakers, zodat ze dat misschien kunnen laten verheffen tot beleid. Tijdens de EU-CELAC-meeting, ja. Als ik me ook nog een vraag. High-level meeting. Waarom zeggen we dat de EU-CELAC-meeting een high-level meeting is? Ik denk dat er ook andersoortige meetings zijn in dit verband. Ja. Maar deze worden high-level meeting genoemd, omdat er op het hoogste niveau gesproken zal worden over policies on drugs. Dus vandaar dat men het zo noemt of zo. En om even toe te voegen aan wat meneer Uiterlo daarnet zei. Ja. De Copolat meeting, want dat gaf u aan dat Suriname de Copolat meeting organiseert. Wij organiseren het niet. Okay. De Copolat meeting wordt geheel georganiseerd door Copolat zelfs. In Suriname? In Suriname. Okay. Ja? Suriname organiseert de high-level meeting. Oké, dat is dat helemaal duidelijk. Ja. Suriname is gevraagd om de 21ste EU-CELAC meeting te hosten. Is daar een speciale reden voor? Nou, vorig jaar was dus de directeur nationale veiligheid, luitenant-kolonel Vera, was dus in Bulgarije. En toen was Suriname ook al co-chair. Deze meeting wordt dus door twee chairs voorgezeten. Eén vanuit de EU-kant en één vanuit de CELAC-landen. Ja. Vanuit de EU-kant was het vorig jaar, als ik het goed heb, Bulgarije. En dan had je Suriname ook, dus daar waren we dus co-chair. En ik denk dat tijdens die meeting gevraagd is als Suriname wederom co-chair zou willen zijn vanuit de CELAC-landen. En omdat het ons doel is als Suriname, en deze regering heeft het ook aangegeven, dat we werkelijk een strijd zullen aangaan tegen drugscriminaliteit, was het eigenlijk iets van een seconde van we willen weer co-chair zijn. En is dus de delegatie teruggekomen naar Suriname en is er gesproken met de verschillende ministers als we het ook willen hosten. Ja. En toen is het besluit genomen dat we het hosten. Meneer Uiterlo, dit is misschien een beetje ver van de EU-CELAC-activiteiten, maar hoe kijkt de NAR naar de ontwikkelingen op het gebied van de legalisatie van industriële hennep, oftewel het medicinaal gebruik van hennep? Dus we hebben er niet breedvoerig nog over gesproken, mm-hmm. maar één ding moet duidelijk zijn. Kijk, als er mogelijkheden zijn, ontwikkelingskansen zijn, voor marijuana op zeg maar medicinaal gebied en op industrieel gebied, dat we die absoluut moeten benutten, ja. toch? De andere kant, de keerzijde, is dat we wel ervoor moeten zorgen dat we onze bevolking beschermen. Dus dat de controle zeg maar op de teelt, de verhandeling, dat die uitmuntend moeten zijn. We willen niet dat onze bevolking eronder leidt en ook niet dat zeg maar dingen geëxporteerd worden buiten, langs illegale wegen. Dus dat moet goed geregeld worden. Okay. Het uitbannen van of de strijd tegen drugs, of de bestrijding van drugs, kan je vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Je kan bijvoorbeeld als land zeggen van nee, helemaal niet, we willen het niet, het moet niet verbouwd worden, het moet niet verkocht worden, niks willen we ermee te maken hebben. Of je zegt, we hebben, en dan praat ik vanuit de Surinaamse kant, toch, Surinaamse zijde, we hebben vruchtbare grond, de potentie is er, waarom kunnen we het niet benutten? Als het gebruikt kan worden vanuit waardoor we medicinale eindproducten kunnen produceren, waarom doen we dat niet? Ja. Maar dat kan ook. En dat is dus de positieve benadering naar drugs. Toch, want we weten allemaal dat in de medicijnen die we gebruiken, dat er een bepaalde percentage daarvan erin zit. Maar natuurlijk is dat geoorloofd, dat kan, is voorgeschreven. En het heeft niet al zodanig bijwerkingen, al zodanig tussen aanhalingstekens. Ja. Maar, en dat is ook wat Suriname wil promoten tijdens de high-level meeting. Van, vooral vanuit de CELAC-kant kunnen we er positief naar kijken. We kunnen het verbouwen. Want dat, op die manier kunnen we dus ook inkomsten genereren. Kunnen we dat doen, maar dan gaan we het omzetten en dan wordt het dus een medicinaal product. In plaats van gewoon de hard drugs die we kennen. Ja, ja. Begrijpt u? Dus dat gaat ook dus een van de
speerpunten zijn van de vergadering binnen de high level meeting. En er zijn tijdens de high level meeting, als ik het goed heb, zijn er ook een aantal presentaties. En dus dan gaat dit ook allemaal naar voren gebracht worden. En op die manier kan je dus ook ervoor zorgen dat je een doet aan de illegale drugs, bestrijding van illegale drugs. En dat je het dus legaliseert en brengt naar medicinale kant en voor research. Wat is het hoogtepunt van de high level meeting? Dat we één beleid kunnen vormen, dat formuleren. Dat we elkaar hebben begrepen, want het zijn twee dagen. Het zijn momenten waar wij gaan praten over de drugsproblematiek. Dan moeten we komen tot standpunten, we moeten komen tot oplossingen. The way forward, dat is, zijn de hoogtepunten. Ja. Want aan het eind moeten we iets hebben, en met iets bedoel ik een bepaald standpunt hebben hoe we verder gaan dit jaar. Dat we volgend jaar weer bij elkaar komen. Want deze meeting wordt jaarlijks gehouden, wordt jaarlijks georganiseerd. Dus elke keer komen we bij elkaar om te praten hoe is het afgelopen jaar gegaan, wat hebben de individuele landen allemaal gedaan, wat zijn de problemen waarmee we te kampen hebben, hoe kunnen we het oplossen, hoe gaan we verder. De maand juni is uitgeroepen tot de anti-drugsmaand. Zijn er vanuit de NAR ook activiteiten gepland in dit kader? Zeker, dus we hebben afgelopen week hebben we dus een training laten organiseren door de PAHO en de World Health Organization. Mm-hmm. Er is een trainer uit het buitenland gekomen, een expert op het terrein van zeg maar demand reduction, dus een expert op het terrein van het verminderen van de vraag naar drugs. En die heeft dus afgelopen dinsdag de preventiemedewerkers, mensen die zich bezig houden met preventie in Suriname, zeg maar getraind. En de dag erna de mensen die werken in de zorg, mensen die hulp verlenen. En bij die trainingen lag het accent vooral dus op het kijken naar of de manier waarop we dingen doen of dat goed is. Bijvoorbeeld bij de residentiële verslavingszorg, dat is de zorg waarbij mensen worden opgenomen voor behandeling. Daar hebben we gekeken, er zijn richtlijnen, internationale richtlijnen waar dus die zeg maar waaraan de zorg moet voldoen. En dus we hebben dan dus onze richtlijnen tegen, zeg maar die internationale richtlijnen gehouden. Dus dat is bijvoorbeeld een van de activiteiten. Daarnaast worden er voorlichtingsactiviteiten gehouden in een van de weken in Suriname. Mm-hmm. We dit jaar hebben gekozen voor Sophia's Lust. Is daar een bepaalde reden voor? Eigenlijk als je dus succes wil hebben bij dit soort bij zeg maar activiteiten in de week, moet je dus een actieve ook een actieve weekorganisatie hebben. Hè. Als je dus als je wil dat een zaadje groeit, moet de aarde vruchtbaar zijn. Dus en er is daar problematiek. Dus de infrastructuur is er om dus activiteiten te ontplooien. Mm-hmm. De vraag is er, de mensen zijn er en dan ondersteun je dat. Nou, dus dat is, er worden een reeks activiteiten gehouden, info, informatie wordt gegeven, maar ook een aantal creatieve activiteiten. Waarbij je dus ook doet aan een beetje weerbaarheidstrainingen van dus de jongeren. Weet je, het is alleen maar informatie geven voor drugs, maar je mensen weerbaar maken om dus met die verleidingen om te gaan. Ja. En verder hopen we dus dat, kijk, we hebben twee conferenties, die Copelat meeting en dan die EU-LAC meeting. We hopen dat dus de strijd tegen drugs door al deze activiteiten, als het ware, dus het komt op de agenda van iedereen, alleen van de regering of van beleidsmakers. Maar het moet op ieders agenda zijn, het is een serieus probleem. En dat we ook moeten kijken als land dat we serieuze middelen vrijmaken om dus die strijd aan te gaan. Ik kan nu zeggen dat, we hebben het nu over drugs alleen, maar gokken is ook een immens probleem in dit land. Gelukkig heeft de overheid is de overheid voornemens om gokken in Chinese winkels te verbieden, toch? Mm-hmm. En je ziet dus dat niet alleen de drugsbazen, maar ook de gokbazen geweldig veel resources hebben, geweldig creatief zijn, geweldige marketing voeren om hun producten te slijten. Mm-hmm. En als wij maar eigenlijk
onvoldoende worden toegerust om de strijd tegen drugs aan te gaan. Ik heb het dan, met wij bedoel ik dan het justitieel apparaat, maar ook de hulpverlening, weet je. Ja. Als we maar gebrek aan middelen hebben, steeds tekort, dan gaan we die fight nooit winnen. Dan voeren we een verloren strijd. Dus het vereist bundeling, samenwerking, uitwisseling. Om dat van meneer Uiterlo te versterken en te benadrukken, het laatste dat hij aangaf, dat van de drugsbazen en de gokbazen, zij hebben de resources daadwerkelijk. En hun doel is om winst te halen. Ja. Begrijpt u? Dus precies zoals hij aangaf, ze investeren in marketing, ze investeren in uitbreiding van hun capaciteit. Dat doet de overheid niet. Toch? En het is daarom zeer belangrijk dat alle actoren bij elkaar komen om deze strijd aan te gaan. Om samen te werken, want als we apart werken, als we gewoon op zichzelf gaan werken, zonder dat we bij elkaar komen, gaan we het misslaan. Ja. Gaan we het doel niet halen. Dus de manier waarop hij het gezegd heeft, waarop meneer Uiterlo het gezegd heeft, dat is gewoon precies dat ding. En we moeten samen bundelen om te werken, om die strijd tegen drugs, illegale drugs aan te gaan. En dan gaan we het omzetten naar het positieve, toch? En natuurlijk moeten nog steeds de justitiële entiteiten werken aan het achterhalen van deze drugsbasis, naar ze achterna te zitten en ze uiteindelijk achter slot en grendel te plaatsen. Tot slot mag je nog een korte boodschap geven aan de samenleving. Met betrekking tot het onderwerp, Suriname als organisator van de EU Select Meeting. Suriname, als ik het goed heb, is dit dus de eerste keer dat Suriname dit host, dit organiseert in Suriname. En aangezien de strijd tegen drugs, de drugsbestrijding is gebracht naar het hoogste niveau van het land. De NAR is daar een voorbeeld van, het is gebracht naar de president. Wil de regering en de staat Suriname aangeven hoe belangrijk wij het vinden dat wij werken en daadwerkelijk alle resources inzetten om aan drugsbestrijding te doen. Het is niet goed voor ons land, het is niet goed voor onze economie, het is niet goed voor onze mensen. Dus deze high level meeting is weer een moment. Maar het is niet alleen goed voor de regering, het is goed voor de staat Suriname, omdat het ons allemaal doet wanneer je ergens naartoe gaat en men hoort Suriname en ze denken alleen maar aan de negatieve dingen. Dus op deze manier willen we aangeven hoe serieus we zijn om de strijd, om drugs te bestrijden en dat wij weer gewoon een gezonde samenleving hebben en dat wij weer gewoon bekend staan als geliefd Suriname. Natuurlijk gebruiken we ook dit moment om de toerisme in Suriname te bevorderen, want er komen ongeveer 200 mensen naar Suriname. Mm-hmm. Het is we hebben dus ook daarom een cultural event eraan gekoppeld en dan willen we dus ook Suriname op die manier weer uitdragen. We willen ze kennis laten maken met onze cultuur, dat we zijn zo verscheiden. Dus we maken van deze gelegenheid ook gebruik. En het is goed als we als natie hierachter staan. En dat we dus het team dat dit alles georganiseerd heeft vanuit buitenlandse zaken, justitie en politie, de NAR en natuurlijk ook het directoraat nationale veiligheid. Het team dat daar is, ze hebben hun uiterste best gedaan. En ik kan je zeggen, het wordt geweldig. Dank je wel. Meneer Uiterlo? Ja, het is natuurlijk belangrijk dit congres van Suriname. We hebben de kans om zeg maar ons alleen maar te onderscheiden. Maar ook om echt een bijdrage te leveren, om verschil te maken, hè, om verbeteringen aan te brengen. De nadruk ligt bij dit congres vooral op internationale zaken. Er komen veel mensen uit het buitenland. Op enig moment gaan deze mensen weg. En wat ik hoop is dat we een zodanige spin-off krijgen dat we dus echt in ons eigen land de strijd tegen dus drugs gaan kunnen verhevigen. U moet weten dat onze scholen zijn omsingeld door drugsverkooppunten. Je kan bijna gelukkig stop dat iedere straat, bij iedere Chinees kan je gokken. Je kan overal alcohol kopen. En en dat is een van de belangrijke bijdragen die bijvoorbeeld Koppelat levert aan dus, dat congres. Ze hebben dus aan de zorg, de hulpverlening, de millennium doelstellingen gekoppeld. Hè.
En een van de belangrijke millenniumdoelstellingen, dat is dus het bestrijden van armoede. En dat is iets wat ook in Suriname veel meer moet gebeuren. Want kijk, je hebt natuurlijk drugshandelaren, die mensen die op winst uit zijn, geld bejacht. En die gaan dan de criminaliteit en de drugshandel in. Maar je hebt ook mensen die dus als het ware geen keus hebben. Hè? Dus mensen, ik overdrijf het misschien, maar mensen kunnen gedreven worden of zodanig klemd komen te zitten door armoede of sociale omstandigheden, dat de enige of een van de weinige way out drugs is. En die mensen, dat wil je niet. Toch? Ja. Dus wie we willen aanpakken zijn echt de keiharde handelaren, dat moet echt met vuur en zwaard bestreden worden. Maar zeg maar, mensen die op de een of andere manier erin rollen, die moeten dus echt, natuurlijk moet je ze straffen als ze in de fout zijn gegaan, maar je moet ze ook hulp en zorg bieden. En dus die twee kanten wil ik dus benadrukken. En nog een laatste opmerking. Vorige week is er een artikel verschenen over lachgas. Ja. Het schijnt dat het de nieuwste hype is in Suriname. De NAR wil dus benadrukken dat het niet verboden is. En het is niet zo onschuldig als het dus lijkt. Binnenkort komen er dus artikelen in de pers. We zullen dus ook op Facebook, zeg maar, daar aandacht aan besteden. Ja. Maar eigenlijk is het belangrijkste advies met betrekking tot lachgas, blijf er vanaf. Het geldt eigenlijk voor alle drugs. Het leidt nergens toe. Alleen maar last krijg je ervan. Met de woorden van meneer Uiterloog, blijf er vanaf, sluiten we deze aflevering van Opinie af. Ik bedank u voor uw participatie in deze aflevering en wens u heel veel succes met de CELAT-meeting en ook de COPALAT-meeting. Dank je wel. Zoals u het gehoord heeft van de terzakendeskundige, de organisatoren van de EU-CELAT-meeting, zijn we hard op weg om het imago van Suriname als drugsdoorvoerland weg te werken. Deze EU-CELAT-meeting, deze high-level-meeting, biedt ons de gelegenheid om ook dit imago weg te werken. Dat was het dan weer voor deze aflevering van Opinie. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond om 8 uur. Heeft u deze aflevering gemist of wilt u het in alle rust bekijken, dan kan het altijd nog op de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik bedank u voor uw aandacht. Blijft u vooral kijken naar Gof TV. Goedenavond. Thank you.